Naast bijzondere zangtalenten staat Holland's Got Talent bekend om de grote kwaliteit variété-artiesten. Wij zoeken nieuw talent en daar blijkt ons kleine landje vol mee te zitten, want er wordt flink wat afgehobbyd in schuren en zolderkamers. De volgende kandidaten willen niet alleen Nederland veroveren, maar de hele wereld. Mijn naam is Luc Elson, ik ben 18 jaar oud en ik kom uit Den Bosch. Mijn naam is Lars van Tel, ik ben 20 jaar oud en ik kom ook uit Den Bosch. Jullie zijn al lang een duo, of waar kennen jullie elkaar dan van? Ja, we zijn eigenlijk nu samen 3 jaar aan het goochelen. En ik goochel van ongeveer mijn 10e, Lars ook. Ja. En we hebben elkaar ontmoet op middelbare school, bij een open podium. De acts die we maken, maken we allemaal zelf. We moeten het ook zelf bekostigen. Hoe kom je eigenlijk aan die trucs? Want je hoort altijd van die moet je kopen, of weet ik, is dat echt zo? Ja, die moet je kopen, die kosten heel veel geld. Dus altijd als we optredens hebben, of als we ergens optreden, dan stoppen we het geld dat we verdienen weer in de show. Van wie moet je die kopen dan? Ja, er zijn speciale bouwers, een paar maar in Nederland en heel veel in het buitenland. Ja. En die bouwen die, maar we hebben het geluk dat de vader van Lars technicus is. En die ontwerpt alle illusies en die bouwt ze ook voor ons. De heren zijn goed voorbereid. Het leek ons leuk om een vernieuwing aan te brengen. Dus wat wij eigenlijk proberen is om elke illusieact die we doen in een soort verhaaltje te gooien. En in dit geval spelen we 2 afvalverwerkers die over straat lopen en opeens allerlei rare dingen tegenkomen. Afval van een goochelaar. Ja, en daar gebeuren allemaal magische dingen mee. Zijn we er klaar voor? Hey. Gaan we beginnen. Gaan we beginnen. Lars en Luc hebben lang naar dit moment toegeleefd. Ze kunnen niet wachten om iedereen te verrassen met hun illusies. Onze droom is eigenlijk om later een echte theatershow te hebben waarmee we ook over de wereld kunnen toeren. En we kunnen niet jong genoeg beginnen, vinden we. Dus we dachten, nou, we schrijven ons in voor Holland's Got Talent en we zien wel waar het schip strandt. Ah, we hebben ons verkleed. Ja. Er ligt een hoop rotzooi op toneel, dus nou, veel plezier. We gaan opruimen. Hey, Robert, nog één ding. Ja. We hebben nogal moeite met het opruimen en we worden snel moe. Ja. Zou jij misschien wat vuilniszakken hier kunnen vangen in de coulissen? Gewoon in de voorste coulissen. Dan is het even dat we niet kwijt zijn. Oké, okay, prima. Ja? Oké, okay, dankjewel. Mooi, goed op. Mogen we? Nou, graag. Yes, kom. Hello. My name is Jamai. Tell us your names. Jamai. Ik ben... Mijn naam is Luc Elson en hier naast me staat Lars van Tel. What are you going to be doing for us today? Wij gaan goochelen. Magic. Oké. Ga je gang? Ja? Yep. Ja. Shake it one, shake it two, shake it three and four. Expecting all that after that whole build-up, but that's one cool trick. I have no idea how you just did that right there. En wat een prachtige meid komt er uit zo'n doos tevoorschijn. Ja. Dat is ook altijd leuk. Dat heb ik ook wel eens anders gezien. Dat je denkt van, nou, ga maar weer terug in die doos. I would say if you can try to cool up the whole beginning of the act as well. Ik weet ook niet wel of het uniform van vuilnisman bijdraagt tot het neerzetten van een spectaculaire act. Ik zou gewoon iets... Ja, het is moeilijk om iets bijzonders te verzinnen. Maar dan zou je het... Ja, het zou wat spectaculairder moeten zijn dan dat. Maar ik moet erbij zeggen... Dit is 1 act, hè? Die we hebben. Dus we hebben nog een heleboel met glitter en klemmer. Oké. Okay. Ja, okay. Nou, ik vind dit heel apart. Nooit gezien. Dat vind ik al heel knap. Ja. Ik zat even met de mond open, dat is goed. Dus ik was verrast. Ik was helemaal verrast. Ik vind het te gek. Een ja voor jou? Een ja. Een ja voor Patricia.
En ik ook een ja. En Dan? I say yes. Drie keer ja. Wat een bloedmooie meid. Jij ziet er heel opgelucht uit. Ja, ja. Goed. Ja. En jij kwam ineens eruit poppen. Fantastisch commentaar, toch? Ja, ja, ja. Kunnen jullie iets mee? Gaan we een totaal andere echt zien? Zeker. Ja, we gaan echt knallen de volgende keer. Hey, tot de volgende keer. Ja? Dankjewel. Ja. Hey, tot ziens. Goed gedaan, jongens en dames.